Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video, jongens. Het moment is bijna daar. Over exact 3 weken, jongens, kunnen we het vuurwerk ophalen in Duitsland, in Nederland. En kunnen we eindelijk het vuurwerk na 3 jaar weer in huis hebben, legaal. Dus is het de tijd om even door te nemen wat de Lidl in Duitsland gaat verkopen. Want dat hebben we namelijk ook gedaan bij de Aldi. Dat vonden jullie leuk, dus daarom dacht ik van, weet je wat, ik hou jullie even op de hoogte van wat de Lidl ook gaat verkopen. Later in het jaar zal ik nog met een uitgebreide Duitsland tip en info video komen, zoals jullie gewend zijn sinds 2015 of zo. Maar omdat er dus gisteren een levering is geweest bij alle Lidl's, lijkt erop. Want het lijkt erop dus dat alle Lidl's gisteren hun leveringen hebben gehad. Ik laat nu even in beeld zien dat er inderdaad een vrachtwagen van Weco bij bijna alle Lidl-vestigingen zijn geweest en hebben afgeleverd. En dat is natuurlijk wel heel ziek om te zien, omdat we zitten nu 3 weken voordat de eerste dag er is. Dus waarschijnlijk 3 weken ervoor hebben ze dus de eerste lading voor de eerste dag al in de winkels liggen. Niet te koop natuurlijk, want ik zag dat er heel veel mensen nog bij de Aldi video vroegen van mag je dat nu al halen. Dat zijn dus denk ik mensen die nog eerder nooit in Duitsland zijn geweest bij de supermarkten. Alleen de supermarkten in Duitsland, eigenlijk geldt dat voor alle winkels, behalve als je KVK hebt, verkopen ook de laatste 3 dagen van het jaar. En dat is dus de 29e, de 30e en de 31e dit jaar. Voordat ik jullie even meeneem naar het assortiment, laat ik jullie even zien dat we de PTD-torch weer op voorraad hebben. Dat heb ik ook in eerdere video's al laten zien. Maar voor de mensen die het gemist hebben, er zijn er mensen die het gemist hebben, denk ik, hebben we hem dus weer op voorraad. Je kan hem kopen via pyroteamdelft.nl, jongens. Zo doet hij het, jongens. Zo kan je alles goed afsteken. Mocht je nog één willen halen, zou ik dat zeker op tijd doen. Want voor Oud en Nieuw is die zeker uitverkocht. En met alle drukte van de kerst en zo, weet je het ook niet of PostNL hem op tijd aflevert. Dus mocht je hem willen halen, pyroteamdelft.nl, krijg je hem zo in een gesieuwd doosje binnen. Neem jullie nu even mee naar het assortiment van de Lidl. Linkjes staan trouwens ook in de beschrijving, hè, van het assortiment. We gaan jullie eerst even meenemen naar het PDF-bestand. Dit PDF-bestand is namelijk van de Lidl zelf. En daar hebben ze alles neergezet wat ze dit jaar te koop hebben. Zeer interessant, maar wat nog interessanter is, is dat er door een vuurwerkliefhebber een site is gemaakt waarin ze dus ook de YouTube-video's per product neerzetten. Daarin kun je dus precies zien wat het doet. En gewoon echt per prijscategorie naar beneden aan het gaan. Zodat je gewoon even kan doornemen, hey, dat ding is 3 euro, wat doet het dan? Er staat precies een video onder, zoals jullie zien. En dat is zeer interessant. Laten we maar beginnen met de Elysium. Dat is een klein cakeje die we vaker hebben gehad. En ik laat nu wel even wat aantal beelden zien. Want de afgelopen video zijn er een aantal mensen geweest die zeiden, hey, maar er staan al video's online op YouTube. Ja, dat weet ik, want dit zijn producten die niet nieuw zijn. Dus die staan zeker nog op YouTube. Deze is 3 euro voor 16 shots. Zoals jullie zien, voor de prijscategorie is het best een leuk cakeje. Maar ik denk dat ik ze laat liggen dit jaar. Vooral omdat, ja, je moet ook natuurlijk opletten op de 25 kilo regel. Je mag dus in Duitsland je vuurwerk halen, maar het moet voldoen aan de Nederlandse wetgeving. Zo mag je niet meer dan 25 kilo hebben. Nederlandse tekst, geen vuurpijlen, terwijl ze die wel verkopen hier. Single shots en dat soort dingen. Ik switch gelijk even door naar de Alligator. Want dat is een cake waar wij meestal een kartonnetje van halen. Het zijn 4 euro voor 15 shots. En meestal benoem ik hem als de Artis, maar dan met cracklin. Mooi cakeje. Volgens mij zitten 12 stuks in een karton. Dus dan heb je voor 48 euro een heel karton. Nou, waar vind je die prijzen? Eerlijk is eerlijk. En dit is de Alligator. Je ziet dat er weinig kleur bij zit. Maar de burst is zeer goed. Dat zijn dus 15 shots. Best wel een raar cakeje omdat hij dus 15 shots is. Maar ik ben trouwens benieuwd of deze volgend jaar nog wel in Nederland mogen. Want er komt dus een nieuwe wet dat al het vuurwerk wat om kan vallen verboden is. Of de importeurs spreken dat onderling af dat, ja, dat ze dat niet meer gaan verkopen. Ik weet even niet of het een van de twee is. Maar dan ben ik zeer benieuwd of die kleine cakejes nog mogen. Je hebt ook de Hellboy, 4,44 euro. Lijkt allemaal een beetje op elkaar, maar ja, de prijscategorie, jongens, is echt zeker de moeite waard. Cracklin er ook nog bij. En naar alle waarschijnlijkheid hebben de meeste Lidl's dus al hun eerste lading liggen. Hoe bizar is dat?
Dan weet je echt dat we richting de dagen gaan. De Powerbox is 100 euro. Dit heb ik vorige keer in de Aldi video. Mocht je die trouwens nog niet hebben gekeken. Ik heb ditzelfde ook gedaan bij de Aldi. Of over de Aldi. En toen heb ik verteld dat er zijn heel veel cakes in Duitsland te koop. Voor een eurotje of 5, 6, 7 euro. Dat is dan 100 shots. Nou, vaak heb je daar dan hoge verwachtingen bij. Maar kom je van een koude kermis thuis. 100 shots zijn vaak mines. En dan overgaand in mines met cracklin en een paar boeketten erbij. Maar ja, voor 5 euro. Als je een laag budget hebt, denk ik bij mezelf van ja, dan is het zeker de moeite waard. Maar ja, wij halen het niet echt, denk ik. Maar zo zijn er zeker een aantal cakes die daar leuk bij zijn. Maar ik zal even laten zien als voorbeeld. Dit is de Powerbox. Veel mines. Volgens mij gaat deze ook over in crackling, dacht ik. Dus om het iets bijzonder te maken of specialer. Hier gaat hij over in crackling en als het goed is aan het einde ook nog wat boeketten. Was dat niet bij deze? Dat was niet bij deze. Let er dus op, jongens, dat je even een videootje ervan kijkt. Want anders heb je dadelijk om 12 uur alleen maar mines die de lucht in gaan. De Matrix is ook een leuke cake voor 6 euro. Die wil ik wel even laten zien aan jullie. 6 euro, jongens, voor 54 shots. Kijk, en het is niet zo dat je dit allemaal moet laten liggen. Ik vind het op zich ook wel leuk om dit ertussendoor te kunnen stoken voor deze prijs. Een beetje opvulling van je collectie. Maar soms zit er dus ook geel tussendoor. En dat maakt het veel leuker. En hier zelfs boeketten. En ook goede beurs, je ziet het. Dus sommige dingen voor 6 euro en zo. Sommige dingen voor 6 euro kan je zeker halen. En dan heb je een aantal dingen zoals de Uranus. Dat is echt een klassieker. Die hebben we ook vaak gehad. Ocean of Lights is ook een goede. Maar laten wij zeker liggen. De Wildstorm. Volgens mij was dit ook een aanrader. Die gaan we zeker halen, dacht ik. Ben ik in de war met een andere. Die gaat snel, maar 64 shots. Die laten we trouwens wel liggen. Firefighter hebben we ook vaak gehad. Stormy Flash heb je nog. En dan ga je een beetje richting de wat duurdere cakes. Alleen, nou ben ik wel van mening dat de Lidl het beste assortiment heeft. Dus je hebt de Aldi, dat is vaak Helios. En daarnaast heb je dus de Lidl, dat is Weco. Alleen Weco en Helios zijn volgens mij dezelfde fabriek. Alleen ik vind het assortiment bij de Lidl net iets uitgebreider. Wat meer keus. En als je dus niet voor de 4 euro cakejes gaat, kan je bijvoorbeeld ook voor de Beastmaster gaan die hier staat. Die zal ik even laten zien, maar die hebben wij ieder jaar. Echt een mooi dingetje. Dat zal ik even laten zien. 13 euro voor 18 shots, dacht ik. Ja. Nou, eerlijk is eerlijk, dit is echt een mooie. Beastmaster. Die is ook vaak uitverkocht op het moment dat je de Lidl instapt. Of ze zeggen hij is uitverkocht. De Daredevil, 31 shots. Die wil ik wel even laten zien. Voor 15 euro. Groot boeket, dat wist ik. Met 35 seconden. 40 meter hoog. Nou, dit is de reden waarom we die zeker op de lijst hebben. Ik denk dat het wel voor zich spreekt. En dit is ook een interessante. Dit is namelijk de Firefly. En dat heet dus sinds 2020 de Hexagon. Alleen is dit dus het eerste jaar dat het weer mag. Dus waarschijnlijk dus het eerste jaar dat je deze in je handen kan hebben. 16 euro en is echt een mooie. Moet je opletten. Ook de beurs die eruit komt. Painted Sky hebben we ook een aantal keer gehad. Mooi ding. 16 euro voor 50 shots. Goldfinger is ook een mooie. Die hadden we volgens mij de laatste keer dat het kon. 2019. Wil ik toch even laten zien. Dan kan jullie deze niet ontnemen. Kijk. Eerlijk is eerlijk, jongens. Voor 17 euro, 21 shots. Het is echt de moeite waard. Staat ook overal trouwens een Nederlandse tekst op. Mijn topper, en dat weten de mensen denk ik wel die heel lang al de video's kijken, vooral van Duitsland, is de Black Ice.
Nou is het wel zo dat de Black Ice heel vaak uitverkocht is als je in de Lidl komt. Vaak is dat dan niet het geval. Dan kom je dus in de Lidl en dan zeg je ik wil de Black Ice of je vinkt die aan. En dan zeggen ze helaas we hebben hem niet meer. En dan blijf je 3 minuten wachten en ineens hebben ze hem weer. Waarschijnlijk willen ze jou zo snel mogelijk de winkel weer uit hebben. Maar hebben ze hem gewoon achter. Maar dan moeten de dozen geopend worden en hebben ze geen zin om jou te laten wachten daar. Want anders wordt het te druk en iedereen die buiten staat, die moet ook natuurlijk naar binnen kunnen. Dus dan willen ze je weg hebben. Maar dan hebben ze het wel gewoon. Alleen dit is onze topper. 47 shots, 17 euro. En sinds het moment dat wij deze aan het promoten waren, want dat doen we eigenlijk sinds 2015, lijkt het er wel op dat deze zo populair is geworden. Want ja, die is altijd uitverkocht. Deze laat ik wel even in zijn geheel zien. Het is echt een super mooie cake, vind ik zelf. Heb je ook nog die whistling effecten erin. Zie je? Echt een topper deze. Het duurt dus 50 seconden. 40 seconden duurt die. 47 shots. Nou, jullie zien het. Deze staat zeker op de lijst als we het geluk hebben om hem te kunnen kopen. Ja, kunnen we hem niet kopen, jammer dan. Want wij hebben deze al zo vaak in de compilatie laten zien. Maar je hebt dus ook compounds in Duitsland. Dit bijvoorbeeld, de Ghost Catchers voor 50 euro. Nou, die prijzen die kennen we in Nederland eigenlijk ook wel. Of het de moeite waard is, weet ik niet. Er zijn heel veel mensen die dan boos hebben gereageerd onder de comments. Vorig jaar kan ik me dat ook herinneren. Want wij laten die compounds in Duitsland meestal gewoon liggen. Want mijn voorkeur gaat gewoon dan uit naar Nederlands vuurwerk. Want ja, eerlijk is eerlijk, Nederland heeft ook gewoon goed vuurwerk. En dat haal ik dan liever in Nederland, gewoon van de Nederlandse importeurs. Zal ik gewoon als voorbeeld deze even laten zien, een nieuw Universe. Voor 111 euro, 144 shots, is dus een compound. En dan krijg je dat dan op een houten blokje meestal. Is op zich een mooi ding. Ik snap echt wel als je die gaat halen. 111 euro. Ik ga hem niet helemaal laten zien, maar ik bedoel, het is een mooie cake. Zo zijn altijd mensen met een mening van ja, Duitsland is niet de moeite waard. Nou, je hebt dus ook gewoon echt mooie compounds in Duitsland. En ook goedkoper. Dus ik laat nu even het duurdere segment zien, maar je hebt het ook goedkoper. Deze laat ik zeker zien. Want er zijn heel veel mensen die dus bijvoorbeeld de fonteinen laten liggen. Alleen de laserfontein, jongens, mocht je in Duitsland komen. En eigenlijk moet ik het niet zeggen, want ik weet dat dan ja, de kans dat wij hem niet meer kunnen krijgen heel groot is. Omdat iedereen hem dan op hun lijst gaat zetten. Maar de laserfontein voor 3 euro is echt een mooi ding. Ik ben geen voorstander van fonteinen. Ik ben daar geen fan van. Alleen de laserfontein, jongens, er komt heel lang komt er knetters uit. En die knetters, dat is echt, het lijkt wel een ratelband. Ik ga je hem even laten zien. Maar dit is echt de moeite waard. Kijk, eerst begint hij zo. Rustig. Maar dan begint het spektakel. En het gaat zo door tot het einde. Kijk, en deze hebben we ook al een aantal keer laten zien in de compilatie. Het is wel kat 2. Dus het is niet zo dat je denkt van ja, ik kan heel het jaar afsteken als fontein zijnde. Maar de laserfontein voor 3 euro, jongens. Echt een meepakker. Je hebt natuurlijk ook nog deze, de Vulcan Stars. Ja, ik ben niet echt fan daarvan. Dan heb je de pijlen. Geef ik al van een aantal tips in, maar ik wil ook heel veel tips bewaren voor de volgende Duitsland Info video. Maar de Goldraketen, dat is een pijlenpakket van 6 stuks. En als je een pijlenpakket haalt in Duitsland, ben je dus strafbaar, want dat mag dus niet in Nederland. Maar mocht je oud en nieuw daar vieren bijvoorbeeld, of toch de regels willen overtreden, dan zijn de Goldraketen hele goede pijlen, jongens. Echt fantastische pijlen. Ik heb deze ieder jaar, totdat dat niet meer mocht. En dat is eigenlijk dit jaar voor het eerst, maar kijk maar. Mooi boeket wat er vanaf komt. Laat ze maar één keer zien, joh. Nee, meerdere keren. Maar het zijn hele goede pijlen. En zo weet ik wel dat de Lidl, vooral de Lidl, goede pijlen heeft. Je hebt de Arena of Rockets, dat is zo'n groter pakket. Die hebben we ook ieder jaar. Oh nee, dat is inderdaad dat soort van koffertje. Ja. Dit zijn echt mooie pijlen. Wat kleiner effect, maar als je pijlen haalt, ik zou het niet doen, heel eerlijk gezegd. Want
Eerlijk is eerlijk, zijn pijlen nou echt de moeite waard om de regels te overtreden? En als je dan politie tegenkomt onderweg, dat je dan alles kwijt bent vanwege die pijlen? Ik vind van niet. Zo geldt dat ook voor de knalpakketjes, de Kracher Inferno en de kubische kanonslagen. Die kanonslagen zijn ook grappig. Ik bedoel, er komt een hele rare knal vanaf. De meesten weten dat wel. Maar ik zou gewoon zeggen, jongens, laat ze liggen. Het is niet de moeite waard om daarmee gepakt te worden. Nou, hier zijn wat kinderpakketten. Nou, de Fire Fantasy is ook trouwens een mooi pijlenpakket. Nou, hier heb je natuurlijk weer de Flashbang. Thunder Kings. Nou, ik wilde wel een pakje van halen en dan stook ik nog gewoon in Duitsland op. Maar ook deze zijn dus niet meer legaal in Nederland. Dus enkel shots. Nou, ik wil ze ieder jaar halen, maar ieder jaar zijn ze uitverkocht. Dus dat is heel vervelend. Ik ben benieuwd of het dit jaar minder snel gaat, want het mag dus niet in Nederland. Zo heb ik jullie even meegenomen aan het assortiment. Link van deze site, die is gemaakt door een vuurwerkliefhebber, staat ook in de beschrijving. De meeste Lidl's hebben dus al een bunker gevuld, of althans hun bunker, ze hebben dat gewoon achter liggen. Volgens mij is het daar niet heel erg streng in Duitsland. Maar die hebben dus dat al liggen, hebben gisteren levering gehad. En dan weet je echt dat de tijd eraan zit te komen, jongens. Ga jij naar Duitsland? Laat het weten in de reacties, ik ben heel erg benieuwd. Vergeet niet te liken, vergeet niet te abonneren. En morgen gewoon weer een video, waarschijnlijk een Polen stook video. Later.